Kijks van IMT. Vandaag ben ik hier met een nieuwe serie, namelijk Evolens. Vind je het een leuke game? Laat vanzelf een like achter. Laat een reactie achter in de comments en ben je toch meteen op die hoogte. Druk het even op die abonneerknop en op dat belletje, maar laten we snel beginnen met een nieuwe game. There we go. Want ik was ook al een keertje getest als de game werkte. En zoals je ziet, heb ik aan de zijkant een klein fotootje neer moeten zetten. Puur omdat anders niet echt heel mooi eruit zag. Kijk, toch een soort van passend gekregen. Hey, welkom bij de tutorial. Heel erg leuk. In principe, je legt een beetje uit hoe de game werkt. Met de controls, dus niet echt interessant. Nou, een nieuw look. Ik moet dus even een stukje ronddraaien. Dat is even evolved the game dus. Kijk, perfect G, very good. Now you know that the world is not limited to a single room. Look further. Okay. Excellent G, as you can see, swerps are blocking your way. You still feel an irrational desire to chop them down with a sword we have provided. Zo stond er. Congratulations, you are quite pleased to have chopped down to scraps. As a reward, we will put some relaxing music. Oh god. Copyright inbound. Of zoiets. Oh, you approved this music. Approved, of zoiets. In ieder geval, ik heb een stukje PvP. Ik heb ze net allemaal uitgetest. Oh god, schiet eens op. Dat is niet zo erg interessant. Auw. Ah, zit niks in. Down, zeg ik toch. Kapot, stuk. Ik ga dat eigenlijk niet meer doen. Alleen ik heb microfoon een beetje onhandig staan voor deze game. Want ik moet met cursor toetsjes, is makkelijk om te spelen en met F. Dan W-A-S-D-F. En mijn microfoon staat precies voor die perkjes toetsen. Dus dat is pretty annoying. Oké, kom. Misschien is op dit tutorial. Hier leg je een beetje uit van, hé, je hebt het gehaald. En dan ga je nu een beetje beginnen met de verhaallijn. Dit is natuurlijk nog niet de main story wat ze nu gaan vertellen. Het is meer een beetje van, oh ja, we gaan een bruggetje bouwen naar een nieuw en ander gebied. En nu begint in principe de storyline verhaal. De tekst staat onder in beeld, je kunt het precies meelezen en wat er gebeurt. Dus ga ik even lekker achterover hangen. There it goes, dat was de storyline. Zo het goed is, we hebben nu meteen een nieuwe cutscene en save the game. En hier ben ik niet verder gegaan. Ik heb getest of de opnamesoftware goed kon werken, dus meer weet ik dus ook niets. Hey, wakey wakey! Het is potverdorie, het is 9 uur in de avond. Oh, you are awake? Are you feeling better? My father found you passed out deep in the forest. You don't remember anything, not even your name. Maybe if you wandered around the forest, that would help you jog your memory. By the way, I didn't introduce myself. My name is... Oh, Fina. Okay. Akkoord. I hope you remember everything quickly. Okay dan, wat moeten we nou precies doen? Ik kan ook bij haar in bed liggen. Nee, dus... Je kan dus niks doen. Oké. Okay. I can't open it. Oké.
We zitten dus in de wereld van Evoland. Ik weet niet precies wat we precies allemaal moeten doen. Oké, daar kunnen we niet overheen lopen. Bullshit. Die melden wel. Oké, hier kunnen we nog niet langs. We kunnen wel naar boven. Moeten we hierboven wat doen? Ik heb geen flauw idee. Ik heb nog helemaal niets van deze game gezien verder. Ik heb wel deel 1 gespeeld. Daar kunnen we ook nog niet in. Dat zal achter ook wel niks zijn, gok ik. Dus we moeten denk ik weer helemaal terug naar beneden. Of heb jij nog wat leuks te melden? Have you heard of the Thylophans? They are strange beings that exist out of time. Some say a Thylophan lived in this part long ago. What may we have happened to her? Okay, then. Interesting. I hear that the pirates are camped out. The crucial islet. So far, they have only attacked boats belonging to sea traders. Okay. What the freak moet ik nog gaan doen? Is deze kant uit? We're coming up to the 50th district. That's very interesting. Doe ik nog hier naartoe? Be careful, monsters start overrunning the forest yesterday. Since it becomes so dangerous, you suddenly find yourself a weapon before going enter. Why don't you stop by this store? They may have one for sale. Okay, waar is de store? In. Zou dat verstaan? Oh, kijk, hier gewoon een store. Oké, uit welke. Ja, maar ik wil graag iets kopen. Rest here. Nee, dat wil ik liever niet. Ik hoef niet te slapen. Ah, hier is de store. Welcome to everything under the sun. Hey, you found everything under the sun. Except I don't have anything to sell at the moment. The road of the Empire's capital was blocked by the rock slide. It will probably be a few more days before they clear it out. Yes, I know, another rock slide. It's like they happen every other day. Are you looking for a weapon to go out of the forest? There may be one in the old houses, northeast of the village. But it's been abandoned since. I'd rather not talk about it for now. They are to track down old man Paul. He's got a key. But watch yourself. He's not the most easygoing sort. Especially if you brought him while he's finishing. Dus er is een old man. In het northeast. Oké. Zoals we met deze oude man bedoelen. This village is so boring. I would have loved to live at the time of the Empire. Oké. Nee, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Is niet echt. Verplicht mijn storyline. Ook niet echt nodig. Ik ben op zoek eigenlijk naar zo'n old man nu. Dit is een farmer. In het northeast, dat is hierboven. Zou ook die man daar zitten? Have you heard of this? Ja, dit is dat wel. Dat is ook zij. En hier moet ik er zo meteen heen. The door is closed. Oh, ik moet echt spatie dus inrammen als ik naar binnen wil. Oké. Okay. Zie je hier achter wel wat zitten? Nee, dus hier is niet in. Maar waar is die very old man? Misschien. Weet jij wat? I hope you're visiting the forest. Nee. Nog niet. Maar dat kan ik nog niet. Want ik heb eigenlijk nog niet alles wat ik nodig heb. En hier kan ik ook niet langs. Ja. Wat ik precies moet doen, ik heb geen flauw idee. Ik moet even andere old man zoeken. Het uit de vel, bladibla. Zie ik hier in het huisje te komen of zo? Of ik kan daar nog helemaal niets bij? Nee, ze eten de 1, 2, 3 niet.
Oké, hier kan ik dus eventueel slapen als ik wil. Oh, je found some coins. Of... misschien even in die chest te kijken. This one is empty. This one is empty. This one is empty. Hey, 5 coins. This one is empty. Chest become... oké. Okay. Wat zat er nou precies? This chest contains an amazing armor, but it isn't really too heavy. You don't have a skipped leg day. Oké dan. Slechte grappen inbound te zien. Is het echt misschien nog wat? Nope. Ook niet echt iets bijzonders. Ik weet gewoon niet wat ik hier moet doen. Die achterkant is ook niet langs. Waar de hel is die old man? Misschien weet zij wat. Legend have been grounded life in the forest. Oké. Okay. Als ik hier naartoe ga en praat. In the north of the old forest, which is... careful. Ja, oké. Okay. Is nog niet heen. Kan ik ook hier bovenop komen? Ja, dat kan ik. Old man. Someday I'm going to explore the frozen continent for myself, just like famed explorer Largo. But today is not a good day. I am about to do a nap. For a nap was het. Wauw. Engels blijft ook moeilijk af en toe. Ach, dus is ook helemaal niks. Hierboven denk ik wel iets zijn. My husband won't stop cutting wood. Where are we going to store all this? And hopeful the forest guardian isn't too upset by all the racket. Ik weet niet meer wat ik moet doen eigenlijk. Ik weet wel wat ik moet doen, maar ik weet niet wat ik kan vinden. Misschien hij? I just love chopping wood. I could have the day without ever getting bored. I can't my wife see that. At least you understand me, right? Yes. Thanks, I knew it was what I want. Oké, okay, ik had hier een mooi precies menu. You don't understand things. Oké. Okay. Hey, hier ga ik ook langs. Hey, ik heb wat gevonden. Oh, collectible stars. Wauw. Ik denk aan Evil Land 1. Oké, okay, in ieder geval hier moet dus niet zijn. Ik wist bij god niet waar ik naartoe moet. Dus ik zit allemaal dingen random in het Wilde Westen te doen. Laat ik zo maar zeggen. If you know what I mean. Dus ik ga even het onderzoek doen waar ik precies naartoe moet en wat ik moet doen. En dan hoop ik de volgende aflevering verder kunnen. To the next part of the game. Of moet ik hier letterlijk de put in ofzo? Ja, dat is een reference naar deel 1. Zo te zien. In deel 1 moest je eigenlijk op put in. Ik dacht je iets binnen kunnen vinden ofzo. You can't open it. Probably be opened if the developers of the game had time to code it. Wauw. Random easter eggs. Oké. Okay. Ik wil graag wel de game kunnen saven. Alleen ik weet niet hoe dat moet. Oh, zo dus. Automatisch gesaved. Maar in ieder geval, ik ga even deze eerste aflevering afsluiten. Ik ga even onderzoek doen hoe het precies werkt en hoe het precies in elkaar zit. Wat ik nu precies moet doen. Of moet ik jou hebben? Nee, dus. Nee, ik heb echt geen flauw idee precies wat ik moet doen. Dus ik zie jullie terug bij aflevering 2. Tot dan.